Twijfel jij nou of je moet gaan ZZP'en of dat je misschien toch in loondienst moet blijven? In deze video 5 aspecten die wel handig zijn als je wil gaan ZZP'en. En de eerste is denk ik wel de belangrijkste. Heb je verdienvermogen? Er wordt nog vrij makkelijk gedacht over ZZP'a. Joh, dat is een kwestie van beginnen en dan kun je waanzinnig veel geld verdienen. Maar zo makkelijk is het natuurlijk niet. Kijk, je kan het uitrekenen. Als jij, kijk, het wordt interessant als jij 50, 60, 70, 80, 90 euro per uur kan factureren. En je kan nog eens een keer 30, 40 uur per week werken. Dan kun je uitrekenen dat je prima geld kan verdienen. Maar als jij op een tarief moet gaan werken van 20 euro, 25 euro... Dan moet je echt wel de hele week werken. Dan kun je uitrekenen wat je omzet is per maand. Maar dan heb je nog heel veel niet geregeld. Dan moeten de kosten nog vanaf. Dan moet belasting worden betaald. Kijk, als je een baan hebt, dan heb je je netto salaris en dan is de rest geregeld. Als je gaat ZZP'en, dan is je pensioen niet geregeld. Als je ziek wordt, krijg je niks uitbetaald. Je krijgt geen vakantiegeld. Je krijgt geen 13e maand. Dus maak een eerlijke rekensom en kijk wat je verdienvermogen is als je gaat ZZP'en en leg die naast het verdienvermogen van een dienstverband. En maak daarin een eerlijke vergelijking. Want nogmaals, je uurtarief keer het aantal uren dat je draait is je omzet. Maar dat is wat anders dan je netto salaris. Dus mijn eerste tip, kijk heel eerlijk naar je verdienvermogen mocht je willen gaan ZZP'en. Het tweede is het onderwerpje zekerheid. Ik hoor natuurlijk heel vaak van ja, maar ik heb toch liever een baan, want dat is zeker. Nou, vind ik dat relatief, want je kan ook voor een bedrijf werken dat failliet gaat en dan ben je morgen ook je baan kwijt. Maar er zit natuurlijk wel een klein beetje waarheid in. Als jij een baan hebt, dan ben je best wel behoorlijk zeker. Een werkgever heeft waanzinnig veel verantwoordelijkheden om voor jou te zorgen en om een aantal dingen gewoon goed voor elkaar te hebben. En daarnaast regelt hij gewoon heel veel voor je. Vakantiegeld, hij regelt pensioenopbouw. Als je ziek bent, word je uitbetaald. Nou, wat ik net al zei, wordt allemaal geregeld door je werkgever. En als ZZP'er heb je die zekerheden niet. Niet sterker nog, je hebt niet eens zekerheid over salaris. Want als jij niet achter klanten aanjaagt en je hebt geen omzet, heb je ook geen salaris. Daar moet je van houden. Ik vind het heerlijk. Ik vind het heerlijk om mijn eigen boontjes te doppen en om achter mijn eigen klanten aan te jagen, om mijn eigen omzet te regelen. Maar het moet je wel liggen. Ben jij meer voor de zekerheid, dan zou een baan voor jou misschien een betere optie kunnen zijn. En dan het derde, flexibiliteit en vrijheid. Ja, dat is natuurlijk als ZZP'er een veelgehoord argument. En terecht, want als ZZP'er bepaal je zelf wanneer je werkt. En je bepaalt zelf wanneer je op vakantie gaat. En je bepaalt ook zelf hoe lang je op vakantie gaat en hoe vaak je op vakantie gaat. Let wel, in de meeste gevallen betekent vakantie ook geen omzet en geen verdienen. Kijk, het is natuurlijk anders als jij passief inkomen hebt. Hè? Stel, je bent ZZP'er en je verkoopt online trainingen. Of je hebt een e-commerce bedrijf en de e-commerce handel die loopt door. Dan is het een wat ander verhaal. Dan ga je ook vaak ook al wat meer naar ondernemerschap misschien. Hè? Maar als ik het echt heb over eenpitters, ZZP'ers die met hun uren geld verdienen, dan is ja, is de vrijheid is super tof. Maar aan de andere kant kleeft daar natuurlijk wel een nadeel aan. Maar goed, de nadelen zijn in dienstverband misschien wel groter. Alhoewel werkgevers vandaag de dag steeds flexibeler worden. Er zijn al bedrijven bijvoorbeeld die niet eens meer met vakantiedagen werken, waar je net zo vaak op vakantie kan als dat je wil. Maar in veel bedrijven is het toch nog wel dat het een en ander wel wat strakker geregeld is. Waardoor je ook, doordat je met collega's samenwerkt, je bent onderdeel van een team, waardoor de vrijheid en de flexibiliteit wat minder is dan dat die is als je gaat ZZP'en. Het vierde wat een overweging waard is, ZZP'en is vrij solistisch. Ik word daar heel blij van. Ik ben een solist, puur zang. Maar het is wel een vrij solistisch bestaan. Mocht jij in vast dienstverband zitten of je werkt bij een bedrijf, dan heb je veelal te maken met een afdeling, met een team, met collega's. En ja, dat is gewoon minder solistisch. Dus waar word je blij van? Kijk, natuurlijk is het niet zo dat ik ben dagvoorzitter. Dus ik zit in de zakelijke evenementenwereld. Dus ik heb ook heel veel met mensen te maken. Als ik een congres doe, dan bereid ik voor met het evenementenbureau, met de opdrachtgever. Als ik op zo'n congres loop, heb ik contact met de sprekers. Dus het is niet zo dat ik niemand ontmoet en niemand zie. Maar in principe ben ik als ZZP'er wel een, ja, ben ik, is het me, myself and I. Terwijl als je in dienstverband bent, ben je onderdeel van een team. Dus dat is ook denk ik een overweging waar je eens over na kan denken van, hey, wat ligt mij nou het mee? Waar word ik nou blij van? Van dat lekker solistisch mijn eigen ding doen? Of toch onderdeel zijn van een team, van een vast team, van mensen die je leert kennen, waar je elke dag mee werkt? Wat ligt jou het beste? Dat is een overweging waard. En als laatste, en nogmaals, ik kan wel 20 argumenten opnoemen, maar ik heb er 5 uitgepikt die denk ik lekker praktisch zijn en op basis waarvan je misschien voor jezelf tot een keuze kan komen van, hey, als ik dat bij elkaar optel, is misschien de ene richting toch beter voor mij dan de andere. En die laatste, dat is dat je toch wel een klein beetje
georganiseerd moet zijn. Want je hebt administratie te doen. Bij een baan hoef je niet te veel administratie. Je krijgt je salaris en voor de rest is alles geregeld. Je krijgt je loonstrookje via de mail. En dat is het dan wel. Als ZZP'er moet je alles zelf regelen. Vanaf de omzet moet je zelf gaan regelen. Oké, wat gebruik ik aan netto salaris voor mezelf? Ik moet rekening houden met belasting die eraan komt. Je moet gaan nadenken, hey, wil ik een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Hoe ga ik om met vakantie als ik geen omzet draai? Je moet facturen sturen, want anders krijg je geen geld binnen. Kortom, je moet wel, nou, en dat klinkt heel ingewikkeld en dat valt echt wel mee. Dat is wat mij betreft geen reden om niet te gaan ZZP'en. Maar het is wel iets wat je moet liggen. Je hebt tegenwoordig kleine bureaus met superhandige pakketjes. Dus eigenlijk is administratie best wel snel geregeld. Maar je moet het wel zelf doen. Er is geen werkgever die voor jou al die dingen regelt. Dus dit zijn 5 aspecten waar je eens naar kan kijken en waarvan je jezelf in de spiegel kan aankijken en zeggen van, hey, verrek, maar als ik deze 5 zo naloop, dan neig ik toch wel richting ZZP'er of dan neig ik toch wel richting dienst. Want er is geen goed en fout wat dat betreft. Ik wens je heel veel succes in die keuze. Ik heb gekozen voor het ZZP bestaan al heel lang geleden en ik vind het fantastisch. Maar of het voor jou iets is, dat is helemaal aan jezelf. Dankjewel voor het kijken. Wil je meer tips die gaan over ZZP'en? Ik heb veel meer van dit soort video's op mijn kanaal staan. Dus kijk vooral in de playlist met alle andere video's. Over 2 seconden laat ik je linkjes zien naar die video toe. Hieronder in de beschrijving een linkje naar de playlist. En ben je geïnteresseerd in ondernemerschap? Hier op CVD-TV interview ik 2 ondernemers per week. Prachtige ondernemersverhalen. Meer dan 1200 staan er al op dit kanaal. En elke week komen er 2 nieuwe bij. Dus abonneer je vooral door hieronder op de knop te klikken. En voor nu, dankjewel voor het kijken. En heel veel succes met het maken van je keuze. Hoi. I'm sorry.